Vanavond de microwereld van de Namibwoestijn. Hoe overleeft een bewoner in zo'n extreme omgeving? Als de vroege mist condenseert op de ruwe rug van deze kever, rolt het vocht met een eenvoudige gymnastiekoefening simpelweg zijn bek in. En zo zijn deze wandelende waterbommetjes essentieel voor leven in de oudste woestijn van Afrika. Nature's Microworlds, vanavond bij de NTR op Nederland 2.